nog wat politieke stemmingmakers behandelen. Namelijk Willem Homan en Wim Hoving. Welkom. Welkom. We gaan het hebben over een Assen, de politiek van Assen. Daar is een partij die heet Plop. En Plop is niet alleen het geluid van een kroonkurk die van een bierfles afgaat, maar het is ook een politieke partij, de politiek logisch oprechte partij. En bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden ze 5 zetels. Willem Homan, jij wordt genoemd Rapper Willem. Ja, laat ik het daarbij houden. Waar is Plop allemaal voor? Plop is eigenlijk voor de gewone man, voor meer spektakel in Assen, want Assen is nogal een vrij saai gat. Het is een hartstikke leuk winkelcentrum, maar er is verder helemaal niks te doen. Plop is voor veel activiteiten, die is tegen monumenten, tegen prestigieuze objecten bouwen, geld over de bal gooien. Daar zijn ze tegen. Ik vind dat er veel te veel recepties in de baas der tijd worden gehouden, zo te zeggen. Iedere keer dan hobbelt dat hele ambtenarenkorps van 3 tot 5, dat hobbelt weer naar een restaurant en dan denk ik, nou hallo. Ja, maar ik vind het ook een beetje zeuren. Wees nou blij dat die mensen, die ambtenaren die al de hele dag kantoor, dat die een feestje onder kantoor tijd hebben. Dat vind ik echt, dat meen ik nou echt, dat vind ik toch kinderachtig gezeur. Ja, dat is misschien wel leuk, maar als dat 4 keer in de maand gebeurt, zeg ik van hallo, dat kost iedere keer een zon, hey, dat kent toch allemaal. Is het gebeurd dat 4 keer in de maand? Nee, dat gebeurt geen 4 keer. In januari 4 keer. Ik hou erbij. Er is een enquête geweest, meneer Hoving, in Nederland. Heren. Hoe de bevolking denkt, heren, over politici. Heren. En die zegt, opvreters zijn het. Heren. En zijn wij zeker. Geef een goede voorbeeld als bestuurders. Dat doen wij dus. En dat doen jullie niet. Wij doen dat. En u kunt het niet ontkennen. U hebt geen argument om te ontkennen. Heren, de stemming in de gemeenteraad die is volgens mij behoorlijk kloten. Ja, maar dat is een woord dat mag je niet gebruiken, meneer Zwijger. Nee, maar de stemming. De stemming lijkt mij slecht in de gemeenteraad. Is dat niet vervelend werk? Ik denk het niet. Kijk, als je een clown in je midden hebt, valt er veel te lachen.